Welkom bij het vernieuwde Lokaal Journaal. Het nieuwsprogramma waarin wij u op de hoogte stellen van alles wat er speelt in onze regio. De Raad van State ziet weinig problemen voor het bouwplan op een stuk grond in Strijen. Dat lapje land was lange tijd in bezit van een agrariër, maar die verkocht het aan een particulier die er een woning wil neerzetten. De omwonenden probeerden via de Raad van State te voorkomen dat de bouw deze zomer al start. Maar de hoogste bestuursrechter van Nederland heeft gezegd geen problemen te zien in die plannen. Vandaag werd de speelnatuur van Oer op 10 gemeenten feestelijk heropend. Wethouder René Peters, kinderburgemeester Babette Siebrecht en kinderen streden in een kruiwagenrace om de eerste plaats. In een nek-aan-nek race met de kruiwagen mocht Babette als winnaar de feestelijke moddertaart aansnijden. Ja, wie wil dat nou niet? Kinderen genoten van de speelnatuur en wie dat wilde, kregen een rondleiding van vrijwilligers over het terrein. 1 op de 12 peuters in de Hoekse Waard is nog nooit gevaccineerd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. Van alle kinderen op ons eiland heeft 83% alle prikken gehad die bij de eerste 2 jaar van het Rijksvaccinatieprogramma horen. Daarentegen heeft 8,6% überhaupt nog nooit een prik gehad uit datzelfde programma. Zaterdag 29 juni staat Oud-Beijerland in het teken van de spuidag. In de haven van het dorp is genoeg te beleven. Zo kun je genieten van straatartiesten, op afstand bootjes besturen, winkelen bij de marktkramen of genieten van het NK schoproeien. Een wedstrijd waarbij 2 teams zo hard mogelijk tegen elkaar moeten roeien. Bijzonder aan deze editie is dat het 1 dag duurt in plaats van 2 dagen. In ruil daarvoor gaat het programma dit jaar in de avond door. De afgelopen week op de eerste dag van het offerfeest heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een illegale slachterij ontdekt op een boerderij in Noord-Holland. Voor de helft van de schapen kwam de hulp te laat. Maar de schapen die nog leefden konden gered worden. Hun hals was al kaal geschoren ter voorbereiding om hun keel door te snijden. Comité Dierennoodhulp heeft de dieren verplaatst naar verschillende opvangplekken in Nederland, waaronder landgoed De Peerdegaard in Strijen. Daar lopen de schapen nu in alle rust rond. Op dinsdag 21 mei is de Hoekse Boekenhoek feestelijk geopend. Het is een handgemaakt displaymeubel waar boeken over of uit de Hoekse Waard zijn uitgestald om te worden bekeken of geleend. De Bibliotheek Hoekse Waard wil een podium bieden aan lokale schrijvers en lokaal erfgoed. De Hoekse Boekenhoek staat bij Bibliotheek Hoekse Waard in Huis te Hoeken in Puttershoek. Het zal u vast niet ontgaan zijn, de knoop is doorgehakt. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor zondagsopenstelling. Met 19 stemmen voor en 16 tegen is er besloten om de winkels de vrijheid te geven om elke zondagmiddag van 12 tot 5 open te gaan. Voorheen hadden slechts enkele winkeliers de mogelijkheid om op zon- en feestdagen te openen, met een maximum van 12 keer per jaar. Zondagsopenstelling is al lange tijd onderwerp van gesprek geweest in de Hoekse Waard. Hartelijk dank voor het kijken naar Lokaal Journaal en heel graag tot de volgende aflevering.